Rebecca, we hebben een probleem. Vertel. Wij zoeken een docent Duits, alleen er is er geen één te vinden. We moeten het intern oplossen. Nou ja, als we echt niemand kunnen vinden, moeten we dat misschien wel proberen. En wie weet, heeft iemand wel ambitie. Zullen we de sollicitaties maar afnemen dan? Goedemiddag, ik ben meneer Mosman. Ik zou graag Duits komen geven. Ik geef normaal het vak NLT in een werkplaats. En dat Duits moet wel lukken, denk ik. Ik heb iets meegenomen hoe ik denk die lessen in te vullen. En kijk, dus dan doe ik, hallo, Leute, wat zagen Sie? Ja, ik zag Holz und Planken en alles zagen ich. Ik denk dat dat wel moet lukken, toch? Ilko, dankjewel. Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Ja, nou weet ik het niet meer, maar dit is toch wel genoeg om Duits te kunnen geven? Dankjewel. Ik vond het een leuke werkvorm misschien wel. Ja. 1b, de sterren van de Duitse les. Immer ein succes. Ik ben Tabitha van der Stel. Ik regel hier de brugklasshow, maar ja, zoals je hoort kan ik ook prima Duits geven. Toch? Tabitha, wiskunde, Nederlands, muziek, vind je het niet een keer genoeg geweest? Goedemiddag, ik ben Herr Boonstra. Ik zou zo in die Mannschaft niet kunnen, maar ik kan ook zeer goed Duits, dat gehören ze aan mijn sprake. Zo, ik dacht, vielleicht een nieuwe leraar Duits. Dank, heer Boonstra. We denken er nog even over na. Hoi, ik ben Jeanette Noop en ik geef Agriskunde op deze school. Nou hou ik wel van landen en op vakantie gaan, zeker naar die Duitsstalige landen, Duitsland, Oostenrijk. Ik denk eigenlijk dat ik wel goed Duits zou kunnen geven. Wat denken jullie ervan? Bedankt, Jeanette. Het is ook leuk, hè, die Duitszalige vakantielanden. Maar ik denk dat om echt Duits te geven net iets meer nodig hebben. Dus misschien toch maar gewoon basis kunnen houden. Hey, ik ben Robert Veldhuizen. En ik weet dat er een Duitse docent gevraagd wordt hier op school. Nou, denk ik dat het wel bij mij past. Ik heb ook wel een beetje feeling met de taal. Kijk maar, 1, 2, 3. Dat maakt me zo blij. En dan gaan we met z'n allen veel spas hebben. Ik denk dat het wel gaat lukken, toch? Spas, ja. We hebben wel wat meer nodig dan alleen spas, Robert. Toch bedankt. Dankjewel. Ja, maar dat kan ik dan toch doen? Ja, maar jij geeft al Duits. Ben jij de kandidaat die wij zoeken voor Duits? Bel dan gerust, ook zonder bevoegdheid.